Ja. In Studio 2020 ontvangen we Nederlandse muzikanten die sinds maart van dit jaar in één klap hun volledige festival- en clubagenda in rook zagen opgaan. Muzikanten die ineens zonder een podium en dus zonder publiek zijn komen te zitten. 2-meter-sessies zet daarom de studiodeuren open voor een veelvoud aan Nederlandse muzikanten. Voor een mooie opname en een goed gesprek. Dit is het geluid van 2020. Ik doe niks, ik blijf gewoon hier staan. De poster van Pinkpop 2020 gaat ineens niet door vanwege corona. Ja, dat is natuurlijk een bittere tegenvaller. Dat gebeurde deze band. Maar één geluk bij een ongeluk. Ze staan in ieder geval ook op de poster van Pinkpop 2021. Als dat doorgaat, tenminste, laten we eerlijk zijn. Het is juli 2020 en wij maken Studio 2020. En een van de 50 gasten is 10 Times a Million. Afkomstig van de oostkant van Nederland. Arnhem, Enschede, Hengelo, Keulen. En een beetje Amsterdam. Met z'n vijven, ze hebben hun repetitieruimte in Hengelo en maakten een prachtige single Born Tomorrow. Geniet van 10 Times a Million. Maybe it feels so good, a toxic paradise, the opposite of that, but a cure in disguise. It's just a quick fix, a quick fix. You keep me coming, you keep me coming back for more. The space in between is killing me, I got no more secrets. Do you have something to keep? Cause I don't wanna find myself tonight knocking at your door, at your door. I keep my distance, try to erase your name, but just one hit of you, and I know I'd never be the same. Maybe it feels so good, toxic paradise, the sin of bad blood, a cure in disguise. You're just a quick fix, a quick fix. You keep me coming, you keep me coming. Baby, it feels so good, a toxic paradise, the sin of bad blood, a cure in disguise. You're just a quick fix. You keep Hoe ging het? Dat ging goed. Ja? Ja. Het is altijd weer spannend om zo in zo'n studio te spelen met elkaar. Je hoort elkaar heel erg goed. Je hoort elkaars foutjes. Hoe vaak speel je in de studio? Nou, redelijk vaak. Eigenlijk wel. Vooral omdat we de laatste tijd veel muziek aan het opnemen zijn. Ja. Veel demo's aan het maken zijn. Dan, ja, je hoort gewoon alles wat iedereen eigenlijk doet. En ja, wat hoor je dan? Je hoort, nou eigenlijk horen we voornamelijk heel snel de foutjes die we maken, omdat we het uiterste uit elkaar willen halen. Gelukkig is iedereen heel erg open voor kritiek altijd, dus we kunnen altijd wel makkelijk tegen elkaar zeggen van wat zo, of weet je dat stukje. En eigenlijk 9 van de 10 keer, voor als iemand een take heeft afgemaakt, dan zegt hij ook van, hé, maar dat ene stukje was eventjes niet... Dus ja, onze oren zijn wat dat betreft denk ik wel goed genoeg. Geoefend. Ja. Ja, getraind. Getraind, ja. Ik zei is dat je dan knap last hebben gehad natuurlijk in die eerste maanden van 2020. Ja. Je had eerst de wind mee. En ik kan me voorstellen dat je hem dan ineens ontzettend tegen hebt. Ja, zo kun je dat wel zeggen. Het was een beetje een surrealistisch moment voor ons. Het was een surrealistisch moment voor ons om te horen dat we op Pinkpop stonden. En het was misschien nog surrealistischer om te horen dat Pinkpop niet meer doorging. En ondanks dat we tijd hadden om ons soort van voor te bereiden dat het, zeg maar, dat het hem niet ging worden dit jaar, is het altijd moeilijk als het officieel wordt bevestigd van oké, Pinkpop gaat dit jaar niet door. En dan voel je hem toch wel en dan, ja, wat kan je dan doen? Ja, vul hem eens in, wat kun je dan doen? Nou ja, huilen. Nee. Ik vond het in ieder geval voor mij persoonlijk. Ik weet niet in hoeverre ik dat voor de andere jongens kan vertellen hoe het voor hun was. Maar voor mij was het vrij... Ja, ik wist niet zo heel goed wat ik... Dus je komt in een soort van leegte, denk ik. En, maar je moet toch wel... Na een tijdje had ik toch wel zoiets van... Ja, je kan stilzitten, je kan verdrietig zijn, je kan boos zijn. Maar het leven gaat door en je moet er gewoon het beste van maken. Waar gaat Ten Times a Million eigenlijk over? Ten Times a Million, dat gaat over, ik denk, voornamelijk een vriendschap. We kennen elkaar inmiddels al wel een aantal jaar. En we hebben eigenlijk altijd dezelfde droom gehad met z'n vijven. En diezelfde droom hebben we nog steeds. We zijn nog steeds met dezelfde formatie. En ik denk dat dat is de kern van de band. Ik heb zelf al het idee, als je deze rock speelt, dat het vrij nauw kan worden, vrij benauwd kan worden. Namelijk, het is 1, 2, 3, 4 en door. Van begin tot eind en dan zijn we klaar. En het volgende jaar hetzelfde. En de ruimte bij bijvoorbeeld indie lijkt wat groter. De ruimte bij singer-songwriters lijkt wat groter. Maar is dat zo? Ervaar je dat ook zo? In een zekere zin wel. Ik bedoel, het is ook denk ik rock geeft ook een hele bepaalde energie van zich af. Het is vrij uiteenspattend soms. En wat je zei, het is 1, 2, 3, 4, je gaat en einde. Wij hebben, en het is grappig dat je het vroeg, want wij hebben juist nu met elkaar besloten, ook een paar maanden geleden toen we weer gingen schrijven, van laten we eens liedjes schrijven. Dus ik bedoel, we gaan rocken, maar laten we voornamelijk een liedje schrijven. En ik denk dat rock is in die zin ook zo breed. Ik weet niet, bands als Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, dat zijn rockbands, maar ook hun nummers hebben ze een popjasje weten te stoppen. Sommige mensen zijn vies van het woord popjasje, ik niet. Ik hou daar eigenlijk wel van. Waar ook heel veel ruimte is ontstaan in die liedjes. En dat is ook een beetje de kant waar wij naartoe willen gaan. We willen een beetje ons hele spectrum verkennen en de ruimte opzoeken. On an unmade bed, a ticket to another country. Something left unsaid, a word that's taken in my throat, one that feels too much, 'cause love just doesn't stop like rainfall. But it's not enough to tell you why I have to go. So bye bye bye. Maak hem eens af, 2020. Wat is het voor jaar voor jou? Oh, ik heb het gevoel alsof 2020... alsof ik misschien in een soort van void, een soort van lichtelijke limbo ben beland. Klinkt misschien een beetje dramatisch, maar het, je weet niet zo goed waar je bent. Het is zo onrealistisch wat er gebeurd is. Toch is het realiteit. En je moet er maar mee zien te dealen. En, maar aan de positieve kant moet ik zeggen dat we zijn als band weer heel erg... we zijn weer hongerig geworden naar nieuwe muziek. We waren ervoor al, maar nu nog meer. En gewoon weer tijd om te knallen. Ja, dus het is geen jaar om weg te gooien? Het is absoluut geen jaar om weg te gooien. Aan alle negatieve dingen zitten dan denk ik ook wel weer de positieve dingen. Dan maar naar Pinkpop 21, hè? Als het doorgaat. Als het doorgaat. Gaan we wel vanuit, toch? Hou mijn vingers gekruist. Me too. Heel veel succes. Dankjewel. Ladies and gentlemen. Let's and G's.